Cody, dit leek op een eenvoudige wedstrijd. Kan je dat bevestigen of was het toch wat moeilijker in werkelijkheid? Ja, ik snap wel dat het er eenvoudig uitzag. Maar ja, we hebben er veel energie in gestopt als team. Scherp begonnen en ja, snel gescoord ook. Waardoor het ja, toch wel wat makkelijker voetballen wordt. Veel energie in gestopt. Waar zit hem dat dan vooral in? Het leek ja, een beetje op wat we al eigenlijk tegen NAC Breda zagen. Ja. Was dit gewoon een herhaling van zetten? Ja, precies. Ik denk dat we elkaar goed vonden. In het verdedigen samen het goed hadden gedaan. De meters die we moesten maken hebben we gemaakt. En aanvallend waren we gewoon scherp en gunden we elkaar de bal. En ze gingen er makkelijker in dan normaal. Dus dat is ook lekker. Is met name dat laatste wat jij zegt, het elkaar de bal gunnen, ja. Is dat het grootste winstpunt? Dit zagen we het begin van het seizoen ook best wel veel. Ja, ik denk dat een seizoen altijd in fases gaat. Soms loopt het net wat minder in de laatste fase. Ik denk dat we ja, de afgelopen twee wedstrijden het makkelijk hadden gevonden. Ik denk dat we dat gewoon moeten vasthouden en zo door moeten gaan. Ja, I think it's every time great, of course, to win with 5-0. Our first opinion was to, of course, win. Doesn't matter the score, just win, because I think we have to, yeah, to show a new spirit, a new face of us, because yeah, last week was hard for us. We lost too many points easy. And it was important for us tonight to show our new attitude and a new face. And of course, yeah, when you score 5 goals, we can score more again also. I think there's a small, we can still find more things to do. We can score more, but yeah, of course 5-0 is really great for the head. Yes, a lot of goals last days, no goals that you concede. Are you guys doing something different? No, I think from outside you can see, maybe you can feel it, but yeah, on the pitch we are the same players. Of course we switch sometimes a few players, but our attitude is the same. And the last weeks was really hard to accept how we play, our attitude on the pitch. And okay, of course last Thursday and today we showed that we have a really good team, and I think we have to use these games for the future, and we have to put all the things we put today on the pitch every week. Kan jij vertellen wat Nonima de Weken met deze ploeg doet? Ja, met Noni hebben we natuurlijk speler erbij die ook makkelijk een man kan passeren. En dan, als hij dat doet, dan gaat de aanval in een flow, om het zo maar te noemen. En dan kan iedereen daarop beginnen te anticiperen, beginnen te lopen. En dan is het wel altijd lekker om zo'n speler te hebben. Veel dreiging en lekker doelgericht. Krijg jij ook meer ruimte, omdat hij wat spelers naar zich toe trekt, omdat je dat weet? Ja, ik denk dat dat een wisselwerking is. Als ik dan de bal heb, heeft hij weer wat meer ruimte. Omdat ze dan, als ik begin te dribbelen, dan komen ze naar mij toe. En dan is er weer meer ruimte bij hem. En dan staat hij bijvoorbeeld 1-1 of is hij helemaal vrij. En andersom ook. Dus dat is wel lekker. Ja, die 0-3, die komt ook van hem, hè? Volgens mij. Tenminste, jij krijgt ja, hem. Ja, hij kreeg de bal en hij maakt actie en ik tik hem binnen. Dus ja, dat is lekker. Hoe sterk is de honger, Cody? Ja, de honger is groot. We hebben natuurlijk nog veel om voor te spelen. En dat is wat we allemaal beseffen. En we gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en prijzen te pakken. Je mist op zo'n avondje wel fans, hè? Je wil even naar dat uitvak het liefst, toch? Ja, het liefst wel, maar hopelijk snel weer.